Waar ik altijd mee begin, voordat wij jouw notebooks in gaan duiken, is, ik ben enorm benieuwd hoe belangrijk die dingen voor je zijn. Zou je er voor een brandend gebouw in hebben bijvoorbeeld? Als ja, zeker. Ja, absoluut. Ja? Ja. Nee, dit is echt een, voor mij is het een soort testimonie, hoe ik toen dacht of wat dan ook. En er zitten ook nog een hoop losse eindjes in, dingen die me ooit inspireerden of ideeën die ik had, waar je op dat moment niks mee kon doen en nu weer wel, zeg maar. Ja, ik hou ervan om de wereld te extrapoleren. Ik zie altijd extra dingen. Er kan zoveel meer gebeuren dan wat er live voor je gebeurt. Zeg maar. Ja. De wereld is geen film, er zit geen spanningsboog in. De wereld is de wereld. De wereld is saai. Ja, ik wil hem een beetje leuker maken misschien. Of juist donker of dramatisch. Het is toch veel leuker om het einde van de wereld mee te maken. dat ga je wel voor betalen, het einde van de wereld absoluut, mee te maken? Kan mijn kaartje, hoor. Ja. Ik vind het heel leuk om na te denken over hoe dingen eruit zouden zien als. En dan kan je kleine dingen veranderen in de wereld om je heen. Weet je, als ik dit doe of als ik dat doe, wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er over tijd dan? En hoe ziet de wereld er dan uit? En daar ben ik altijd wel mee bezig. En dat komt me vrij goed uit, zeker bij dit project. Omdat we hadden geen tijd om te filmen. Dus dit is ook allemaal gefilmd in de auto. Ja. Van en naar de luchthaven en van en naar het hotel en van en naar een andere shoot. Een shoot die we voor Google deden. En, dan moet je dus heel spontaan, wat je ziet, dan moet je gelijk op reageren. Bewijzen, maar digitaal bewerken. En, dus tijdens om jouw manier van kijken even te vertalen, tijdens bezig zijn met iemand anders een klus. Je ziet de wereld hier om je heen, dit heb je in je achterhoofd, die opdracht. Ja. En jij ziet meteen dit soort dingetjes. Je ziet een vrachtwagen, een graafmachine en jij creëert daar allemaal dingen omheen. Ja, goed. Kijk, een feestje. Nee. Zie je nu ook opeens een hele grote boot die er tegenaan gaat? Ik zie gratis drank. Alles is gratis drank. Misschien moeten we even weer party crashen. Maar oké, Mischa. Ja. Even uit de omgeving waar we net waren in de notebooks enzovoort. Dus ik ben erg benieuwd, als we hier dus zo'n palet voor ons hebben. Een palet wat jij al wellicht dagelijks wel bekend voorkomt, maar... Geef ons eens een klein beetje een inzicht, een kijkje van bijvoorbeeld de gebouwen die hier tegenover staan. Wat gebeurt er hier? Wil in jouw kop? Probeer dat duidelijk te maken, alstublieft. Ja, ja, niet zo heel veel. Maar ik kan het proberen en gaan we ook gewoon doen. Ja, probeer maar. Sowieso van die gebouwen, dat vind ik een waanzinnig gebouw. Ja. Want ik heb geen idee wat er binnen gebeurt. Dus dat is instant goed bij mij. De meest simpele ingreep die ik bijna altijd als eerste doe als ik ergens kom, is gewoon als ik die patronen nou eens extrapoleer of gewoon overdrijf. Als ik dat witte gebouw daar zie en ik zet datzelfde gebouw er 5 keer bovenop, dan heb ik een beeld wat totaal realistisch is, maar ook weer niet. Je kan ook dingen wegnemen. Je kan ook, of je kan dingen veranderen. Of het nou op alle gebieden, natuurkunde. Je kan ook zeggen, als de zwaartekracht nou net iets minder was geweest, wat zou dat dan? Dan zouden we die boten hier niet zijn. Dan zou je andere manier. Ik weet niet, je kan alles, je kan dingen vervormen. Als je de realiteit op een paar maniertjes vervormt, dan creëer je bij deze een alternate reality. En daar voel ik me altijd wel lekker in. Stanley Kubrick. Dat is ook iemand, als je kort moet zeggen van oké, wat is dat voor iemand voor jou? Ja, die is een ultieme visionair geweest. Ultieme visionair. Die was op de maan terwijl we er nog niet aan waren, bij wijze van spreken. Ja. En dat zag er allemaal zo goed uit. Ja. Ik vind het er nog steeds waanzinnig uitzien. En hij heeft er ook voor gezorgd voor jou dat je wellicht de bar nog hoger elke keer gooit, stelt. Ja, absoluut. Hij is wel, het is niet dat ik daar ooit durf of denk te komen of wat dan ook, maar het is wel, goh. Om je tegen af te spiegelen wellicht. Nee, ook niet eens. Dat is van zo'n grootheid. Ik wil het niet eens naproberen doen. Alleen het inspireert mij wel om de 100% uit mezelf te halen. Wat hij dus ook heeft gedaan. Want anders heeft het allemaal niet zo heel veel zin, vind ik. Ik vind niet dat je een baan als de dingen die... Ik zie het ook niet als baan. Het is gewoon, dit is wat ik doe. Dit is wat ik doe in mijn leven. Dat moet je niet half bakken doen. En... daar zul je me nooit op betrappen, volgens mij. Afbakken. Ja, hou ik je aan. Dit is een voorbeeld van zo'n partij waar je dacht van...
hier gaat mijn hart wellicht niet in eerste instantie meteen harder van kloppen, want het gaat over een bedrijf dat shampoos wat bijvoorbeeld. Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen hoe je dat leuk kon maken. Ik heb dat, die klus ook niet aangepakt op dat moment. Het zijn twee Oostenrijkse regisseurs die dat doen, een regisseursduo. Maar die heb ik gebriefd van, doe dit voor jezelf. Weet je, het was ook geen pitch, je moest gewoon een treatment indienen. Maak iets wat je zelf heel graag zou willen maken. En laat het de beste shampoo-reclame ooit zijn en zo. En ga je gang. En dat hebben we dus ingeleverd en ze gingen ervoor. Dus dan is ineens, ja, waarom zou je het dan in godsnaam niet doen? En toen, vanaf dat moment zijn we voor ze bezig. Vaak zijn het scripts, ik heb heel veel scripts gehad die eigenlijk heel, heel saai zijn. Wat niet, wat echt, ja, het is gewoon een hele informatieve dingen. Dus KPN Glasvezel was zo'n voorbeeld. Dat was gewoon, als je de tekst opleest, ja, is het gewoon de uitleg van Glasvezel. Dat er nu de informatie veel sneller gaat. Een heel high-tech product, dus daar kan je helemaal niks emotioneels bij voorstellen. Ja. En dus hebben we wel geprobeerd om een heel emotioneel filmpje van te maken. Is een glasvezel van KPN. De nieuwe standaard die tot in je huis wordt aangelegd. Nooit meer wachten en direct kijken naar honderden films. In levensecht beeld. Voor een superrealistische bioscoopervaring. Studeren vanuit huis. Zorg dichterbij brengen. Goedemorgen, mevrouw Vries. Alles goed met u? Ervaar KPN Glasvezel zelf. Kom naar het Glasvezel Infocenter bij u in de buurt. Dus, maar dan begint zo'n project toch wel zo van, nou, daar kan je helemaal niks mee. Dus het is niet per definitie dat je in eerste opslag een script af kan afkeuren. Okay, dus vaak ook wel trouwens hoor, dan lieg ik. Vaak heb ik ook wel van, ja, er wordt niks. Het wordt toch uiteindelijk niks. Ja. Maar oké, dus je praat over, oké, nou, je komt iets op je pad, je beoordeelt dat, of wellicht zit al meteen al een bepaald iets wat je raakt, of je denkt, oké, er zijn connecties in, we kunnen er wat mee. Maar ten alle tijde probeer je het wel echt gewoon je eigen ding te maken. Ja, anders heeft het niet zo heel veel zin. Het heeft niet geen zin om met afgestoorde bordjes hier binnen te komen. Dat geldt voor eigenlijk voor al onze regisseurs wel, volgens mij. Want je wil een interpretatie, daar heb je regisseur van, dat moet je het zelf doen. Hoe heeft dit zich vertaald tot dit? Wat is het MTV Rocks? Waarom is het MTV Rocks? Wat heeft dit met rock en roll te maken? Oh ja, dit is een van de characters die zich die in dat landschap, in die film die er niet is, rondlopen. Dat is ook alles wat hij doet. Hij loopt daar rond. Ja. En nee, dit character is tot stand gekomen omdat ik dat idee om die film te maken, dat was het dus. Ja. En dan moet je daar dus invulling in gaan geven. Dan moet je dus een landschap of een environment hebben. Je moet characters hebben. En de eerste waar ik aan dacht was, nou, wat is nou de ultieme rockgod, bij wijze van spreken. Ja. En toen kwam ik op het idee, nee, niet op het idee. Ik werd gewoon geïnspireerd door van de Romeinen tot aan de Eerste Wereldoorlog werden oorlogen uitgevoerd op 1 vierkante kilometer en me hakken. Okay, tot, okay. Tot de laatste overbleef. Yeah. Maar er waren ook gasten bij die gewoon die onbewapend met een vlag en met een trommel en een doedelzak tegemoet liepen. En ja, dat is de ultieme rock attitude volgens mij. Gewoon, ja. Go, go, go. Ja. Het ultieme gevoel van rock and roll, deze man, op een dode missie, kamikaze. Banzai! Rock and roll. Ja. Ja. Prachtig, ouwe.
when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Maar dat heb je goed gezien. Dat ja, episch van aanpak kan zijn. Ja, als ik dat nog niet zie, dan ben ik wel redelijk zeer blind volgens mij.